Hij is al een tijdje uit, maar eindelijk heb ik hem dan hier, de 3D Pulse Wireless headset van Sony. En ja, het ziet eruit als een headset specifiek voor de PlayStation 5. En ja, hij is natuurlijk tegelijkertijd uitgekomen met de PlayStation 5, maar je kan hem ook op andere devices gebruiken, zoals bijvoorbeeld je PlayStation 4, je Mac, je PC. Maar, Lucas, ik heb hem een week geleden uit de doos gehaald, ik ben er een week mee aan de slag. Het eerste waar je toch naar kijkt, is of je hem mooi vindt, ja of nee. Wat vind jij ervan? Ja, als je hem zo ziet. Ik vind hem wel dope. Dat PlayStation 5 ontwerp, daar moet je van houden. Ik moet zeggen, dit voor een headset, I like it. Het is futuristisch en je verwacht gelijk dat je een soort super tech headset opzet met de wildste snufjes erop. Maar ja. Goed, of dat dan echt zo is, dat is nog de vraag. Dat is natuurlijk nog de vraag en daar gaan we nu achter komen, want ik heb hem een week gebruikt. Het eerste wat opvalt wanneer je hem uit de doos haalt is dat hij super licht is. Echt een hele lichte headset. En je haalt die headset uit de doos, er zitten wat kabels bij, want hij moet opgeladen worden natuurlijk. Het is een wireless headset. Er zit ook een 3,5 mm kabel bij, mocht die leeg zijn en wil je met kabel aansluiten. En er zit deze dongle bij. Je sluit hem namelijk aan op je PlayStation 5 of PlayStation 4 met een dongle. Dus niet dat hij direct op je console aan te sluiten is. Nee. Nou ja, we hadden een paar weken geleden hadden we hier ook een video over de Xbox, de nieuwe Xbox headset. Die wordt meteen herkend door je Xbox als je hem aanzet. Dan heb je geen dongle voor nodig, maar deze. Ja, je moet deze nog inprikken met een dongeltje. En nu ken ik mezelf een beetje. Ik heb hier allemaal verschillende dingen op mijn bureau liggen. Allemaal kleine, afstandsbediening, AirPods, 3 telefoons, maar ook allemaal USB-sticks. En het is natuurlijk ook een USB-stick. Ik ben bang dat ik deze kwijt ga raken. Ik kan natuurlijk zeggen, ja, je laat hem toch gewoon in je console zitten. Als je die headset gaat gebruiken, ook voor je laptop, dan ga je hem steeds wisselen. Dat ze denken, misschien neem je hem een keer mee en dan zit hij in je tas. Ja, ik ben bang dat hij het kwijtraakt. Dus je moet er echt goed op gaan letten om hem niet kwijt te raken. Ja, je hebt nog ports in je PS5 die je hebt. Daar heb je of je VR, PSVR in zitten. Of nog een kabeltje voor je controller. Dus ik kan me voorstellen dat je hem af en toe wel eruit haalt als je niet de headset gebruikt. Ja. Dus daar moet je wel rekening mee houden. En ik had wel verwacht dat het gewoon ingebouwd zou zitten bij zo'n nieuwe console. Ja. Net zoals Microsoft het wel heeft gedaan. Dus op zich een gemiste kans. Maar ze hebben er waarschijnlijk wel een goede reden voor. Daarnaast valt meteen op dat de headset zelf niet in hoogte verstelbaar is. Dus het werkt met deze band. Die veert wel mee. Die gaat ook een beetje op en neer. Maar voor de rest... Ja, je ziet het al. Als je wat hoger hoopt hebt, dan gaat die band al wat strakker staan. Dat is wel een beetje zorgwekkend, man. Want... Ik heb het echt wel nodig dat ik mijn headset een beetje aan kan stellen. Ik heb een redelijk groot hoofd en het comfort is ook erg belangrijk. Weet je, als je een strakke headset hebt, daar kan je gewoon niet uren mee gamen. Maar hoe heb jij dat ervaren dan? Ja, nou ja, hij is vrij flexibel. Het plastic waarvan hij is gemaakt is heel erg flexibel. Ik merkte wel dat die band na een langere speelsessie wat begint te trekken op de hoofdhuid. Dus dat voel je wel, je voelt hem wel zitten. Maar voor de rest zit hij wel heel erg comfortabel. Zoals ik net al zei, de headset is heel erg licht. Deze oorkussens zijn zacht en dicht en dik. Wel van nepleer. Maar voor de rest zit hij prima. Dus die voel je wel wat trekken. En ik denk mensen met een nog groter hoofd zullen daar nog wat meer last van hebben. Maar ja, het zit oké. Het zit oké. Dus dan ga je natuurlijk... Je gaat de games mee spelen. Of misschien ga je de muziek mee luisteren of films kijken. En dat is natuurlijk belangrijk welke herrie eruit komt. Dat is toch wel waar je misschien een headset voor in huis haalt. Deze is gewoon prima. De headset kost €100. Dus je hoeft er ook niet te veel van verwachten. Maar €100 is toch een aanzienlijk bedrag. Dus dan mag je er ook wel wat van verwachten. En wat hij doet hij echt heel goed. Hij mist misschien nog een beetje bas. Het mist misschien nog wat in de hoge tonen. Maar voor de rest is hij echt dikke prima. Het is niet per se een high-end headset waar je de meest high-fidelity audio op gaat luisteren of zo. Meer gewoon een decent headset voor lekker gamen dus, qua audio. Ja, zeker. Zeker. En deze headset heet natuurlijk de 3D Pulse headset. En de PlayStation 5 heeft de Tempest 3D audio techniek. Daarvoor staan ze bekend. Dan zou je misschien denken, daar heb ik deze headset voor nodig. Kan. Het werkt ermee. Maar het werkt ook met elke andere headset. Het is gewoon een codec. Maar ja, als er games er zijn die dat ondersteunen, zoals een Miles Morales of een Returnal. Dat is wel echt insane vet hoor. Dat je echt alles om je heen hoort. En als er ergens een trein langs rijdt, dat je echt zo... Dat is wel echt heel nice. Het is een hele mooie techniek. Maar zoals ik al zei, je hebt er niet specifiek deze headset voor nodig. Achterop de headset
of aan de zijkant, zeg maar, zitten alle aansluitingen en knoppen die je nodig hebt om de headset te kunnen bedienen. De aan- en uitknop. Hier zit een 3,5 mm jack kabel, de USB-C aansluiting om op te laden. Hiermee kun je mic muten. Het volume, de monitor kun je aan- en uitzetten, maar ook de chat en de game audio kun je balanceren. Dus als je in een party zit en dan kan je de party wat harder zetten of de game wat harder zetten, zodat je de chat wat minder hard hoort. Dat kan je dus makkelijk en snel bedienen. Nee, dat is wel een fijne functie, toch? Ik bedoel, dat heb je niet op een normale headset zitten. Dit is wel echt een specifieke feature voor de PlayStation. Zeker. En natuurlijk, als je de eerste paar uur is, dan verwennen waar al die knopjes zitten. Maar als je dat eenmaal onder de knie hebt, dan weet je precies waar dat allemaal zit. En dat werkt het ook wel. Het is natuurlijk een draadloze headset, dus het werkt met een accu. En ze zeggen zelf dat hij zo'n 12 uur meegaat. En verrassend is dat het in mijn test... Hij ging langer mee dan langer. Het douche staat. Ja. Damn. Want okay. Wat vaak is het korter. Maar ja, bij mij ging hij toch 13,5 uur mee. Dus dat is best wel... Dat is netjes, man. Ja. Ja, het is natuurlijk niet mega veel. En na drie gamesessies is hij wel leeg. En dan moet je hem ook wel op gaan laden. En ik vind het jammer dat dit dan ook niet met een standaard komt of zo, waar je hem netjes op kan zetten. En dat je de kabels weg kan werken. Nee, deze plug je gewoon in met een kabel en dan moet je hem opladen. Dus het is niet heel netjes. Maar hey... Het werkt. Weet je wat vet zou zijn? Als je de headset op de PS5 kon doen en dat je hem zo kon opladen. Oeps. Ik heb wel vaker de PS5 als een stand gebruikt voor mijn eigen headset. Dus als dat had ik kunnen combineren, dat zou vet zijn geweest. Maar helaas, misschien in de toekomst. Misschien in de toekomst, je kan het natuurlijk zelf doen. Maar dat mis ik nog een beetje. Dus dan komen we een beetje aan bij de conclusie van deze headset. De 3D Pulse Wireless headset van Sony. Als ik een cijfer moet geven, dan is het denk ik een 7,5. Nou, netjes. Ja, het is netjes. Het is oké. Komt gewoon goed geluid uit. De microfoons hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Die zitten natuurlijk niet voor je mond. Dat zijn twee gaatjes in de zijkant van de linker oorschelp. Die doen hun werk. Je moet er geen podcast mee opnemen. Het klinkt een beetje blikkerig, maar je bent goed verstaanbaar. Dus het is oké. Het is oké. En er zit geen flapper aan de zijkant of zo. Dat is, dus ze zijn hier vooral voor het design gegaan en niet zozeer... Ja, ik wil het niet slecht noemen, maar het is voldoende. En de audio is oké. De draagcomfort. Ja, ik mis een beetje toch wel dat hij in hoogte verstelbaar is. En dus hij gaat een beetje trekken op na een loop van tijd. Maar het is allemaal goed. Het is oké. Het is gewoon oké. Ja, duidelijk verhaal, man. Ik was op zich wel erg benieuwd naar deze headset. Vooral ook omdat, dat staat natuurlijk 3D in de naam. Dan denk ik, wow, deze moet je hebben als je dat 3D-effect wil hebben. Maar goed, zoals we nu hebben geleerd, dat heb je dus niet per se nodig. Verder wel mooi ontwerp. En gewoon een decent headset als ik dit zo hoor. Ja, dat is het. Het is gewoon, het is decent. Dus laat me weten in de comments. Misschien heb je hem zelf ook wel wat jij ervan vindt van deze 3D Pulse headset van Sony. Vind je hem mooi? Vind je hem lekker klinken? En wil je nou niks missen met het laatste nieuws over je favoriete games en dingen die met games te maken hebben, zoals headsets? Gooi dan even een abonneetje op dit kanaal. Gewoon subscribe van even. Doe het gewoon. Klik de klak. Go.